Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Spice. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Case Lock met Sander van Gamers Bay. Waar is hij nou? Disco time! Sander heeft weer een gaar intro momentje. Deze aflevering gaan we allebei als goed is Shiny Groudon vangen. Waar is dat hier? Gewoon zo vloep en een vloep? Gewoon vloenk. Vloenk? Oh, we doen één vloenk, niet vloep en een vloep. Oké, okay, nee, dan weet ik dat. Het is gewoon een single vloenk. Een vloenk, oké. Okay. Vloenk. Onthouden. We gaan vloenken, we gaan niet floppen en dan vloepen en dan floepen. Nee, dat gaan we niet. Yo, Gobbet, die ken ik, dat is van Pokémon. Waarom heb ik een Azumarill mee? Oh, is dat je al de hele tijd hoor? Nee, dat was van Dive. Oké, okay, dus deze mag dood. Kom op. Het was een grapje. God. He doesn't want to do me. En dit is gelijkertijd ook meteen een mukbang. Dat is wel lekker, hè? Featuring eten? Featuring eten. Kun je hem zo noemen? Disco featuring eten? Disco Jezus! Eten. Gozer, is dit het? Ik ga dood. Ja. Oh, I did mean Luke! Oh, ik ga hem letterlijk verliezen. Flavor? Sand. Ja, dat is not very effective. Not very effective. Oké, okay, ik ben dood. Oh nee, dat is heel fijn. Lekker begin van de aflevering wel. Godverdomme, moet ik... Moet ik hem nou serieus gaan? Het is echt triest weer. Hoe lang duurt Mean Luke? Doet dat de hele battle? Haze, oh dat is mooi. Oh nee, dat is alleen stadchangers. Weet ik van Mean Luke eigenlijk niet. Can we switch out? Hoe mean does he look? Denk ik dan ook. Makotil. Acrobatics. Ja, nu ben ik echt dood. Oh, dat deed minder dan Poison Fang. Bijna. Is Poison Fang badly poisoned? Volgens mij wel. Ik ga eraan. Welkom bij deze aflevering waar we Azumarill dood laten gaan. Mean Luke. Dat is gunstig. Maar hij is wel eerst. Ik ga dood. Strength. Ik weet wel wie ik niet vooraan zet de volgende keer. Ik zet hem wel voor. Of Crow. Nee, doe hem maar. Of Hillman. Wat is. Oh, ik wou net zeggen, wat gebeurt er nou weer dan? Maar dat is gewoon Groudon. Dat is gewoon Groudon. Oh, maar we moeten wel saven voordat we Groudon. Dat moet ik niet vergeten. Dus we deden met eten, met disco, zonder vergeten. Oké. Okay. Ja. Dat is wel ingewikkeld hoor. Zo wordt het ingewikkeld. Het is ingewikkeld, maar ik geloof dat jij het kan. Net als dat Katara gelooft dat Aang de wereld kan redden. Dat is nieuw. Nou, dat van Katara niet, maar dat jij gelooft dat ik het kan. Oh, dat is ook niet nieuw. Oh. Oké. Okay. Nee, dat is fijn om te horen. Dat is fijn. Dat heet framing, heet dat. Inlijsten. Weet je, een beetje framing hoort er gewoon bij. In leem. Precies. Ah. Oh, ik zit in onze chat te typen, dat is niet handig. Wie zit in onze chat? Ik. In plaats van dat ik de speed hoger zette, typte ik allemaal plusjes in onze. funny. Ik denk dat ik dicht bij Groudon ben ofzo. Hoeveel tijd... Oh, hier moet ik hem 7, denk ik. Ja, je kan nog veel later nog 7 straks, hoor.
Better to be safe than to be sorry. We deden met zeven, met disco, met eten, maar zonder dom of zo. Herstart? Herstart je hem nou? Waarom zie ik dat jij hem herstart? Dat weet ik niet. Ik zag een groot herstart staan en drie andere opties. Dat klopt wel. Grogu Gork. Die voel ik wel. Met Grogu Grogu Gork? Duurt lang. Ja, oké, leuk. Dit is waarom ze minder story in Pokémon moeten hebben. Maar daar Sander het niet mee eens. De eerste keer is wel leuk. De eerste keer is het wel leuk, ja, maar... Het moet gewoon skippable zijn, dat is het. Inderdaad. Dat is het. Gaan we nu gewoon letterlijk levend verbrand worden? Dat is wel crazy eigenlijk. Nee, je hebt een pakje aan. Oh ja, ik ga in de lava. Nee, nu met een pakkie, nu ga ik niet dood. Het is een magische pak. Dat is hoe pakkies werken. Oh, en nu doe ik hem ook nog uit ook. Nee, precies. Ik weet niet of deze game weet hoe science hoor. Het is Pokémon, dus nee. Fair enough. Oh, hij gaat nog helemaal niet. Oh, je moet elke keer deze cutscene kijken? Ja. Yeah. Wij hebben een heel zwaar leven. Brigitte Kaandorp zei het al. Was dat Brigitte? Ik weet het niet. Maar ja, volgens mij was zij het. Zij zei het al en het is echt waar. Ik heb een heel zwaar leven. Ik doe gewoon Ctrl-R trouwens. Kun jij dat niet ook? Ik doe F6. Ik heb ook helemaal niet gekeken of die shiny was eigenlijk. De eerste keer. Lol. We kunnen hem ook gewoon vangen dat we hem later shiny maken, net als de vorige keer. Ja, dat kan ook. Wat wil je? Is het shiny? Dan hoeven we er niet zo lang op te wachten. Ik vind het prima. Zegt hij terwijl hij net reset. Hashtag facepalm. Featuring facepalm? Je hebt echt veel featurings vandaag, Milan. Op je kanaal. Featuring. Featuring. Met de featuring, dat is wel waar. Dat is wel. Maar ik vind wel, dan mogen we hem niet gebruiken totdat hij shiny is. Dat is goed. Oh. Je hebt niet heel veel bals. Ik heb ook geen masterbal. Nope. Kom ik achter. Dus de enige Pokémon game waar je de masterbal niet krijgt. Maar als ik hem nu ga proberen te vangen, mag ik hem zeker niet resetten, hè? Eigenlijk niet. Maar als hij shiny is en ik vang hem niet, dan is het een nog groter probleem. Nou, dan blijft het hetzelfde. Oh ja. Want je moet hem nu gewoon vangen, of niet? Oh, maar wacht. Timmy gaat sowieso dood, want Timmy is fire. Oh, dit is... Zou ik runnen? Ik zit oprecht op... Ik zou sowieso switchen als ik maar even mee aan vermoeien. Wat zijn de kansen? Dat ga ik even opzoeken. Gen 6, catch. Calc. Catch rate calculator. Groudon. Maakt het uit als hij alpha is? Primal. Of super mega, nee. Ultra. Jezus. Nou ja, weet je, ik denk dat de kans groter is dat je hem vangt, omdat in de nieuwere games de catch rate beter is. Zal ik je eens wat zeggen? Ja. 2% met een ultraballetje. 1 op 20, Sander. Dat is niet waar. 1 op 50.
Ja. Oh mijn god. Oh, powers. Oh, ik heb wel wat caught in de National decks, maar ik weet niet of dat telt. Godver. Ik had dit nooit moeten doen. Ik kan natuurlijk Hurley zeggen. Maar je kan ook gewoon David gebruiken. En dan niet doodgaan. Zou die het overleven, though? Ja. Oké, rest. Hij heeft ook nog rest. Ik heb wel Confuse Ray. Dat is niet... Maar Occult gaat sowieso dood. Ja. Oeh, dat is jammer. Oh, en ik raak burnt. Fuck it. I don't care. Ik heb hier helemaal geen zin in, joh. Nee! Nou ja, je moet hem vangen. Of verslaan. Welke oedlul heeft dat nou weer verzonnen? Ik heb geen burn heal. Je weet wel wie ik niet ben. Wie ben je niet? Blaine. Want die zegt al, you better take a burn heal. Oh. Ik heb wel surf. Mm-hmm. Ik heb nu advantage, want ik begin nu meteen met de man. Maar ik ben wel burned. Smarty pants weg is dat. En ik heb geheeld. Voordat ik de battle inging. Ja, ik ga hem killen. Het kan me echt niet schelen op het moment. Weet je, ik heb al goede Pokémon. Weet je... Ah, oh, ik kan geen surf. Hij heeft Destitutus Land. Mm-hmm. Dus ik kan geen water type. Hield me ook niet tegen, hè? Met, yo, hij heeft Destitutus Land. Ja, daar heb ik ook niet naar gekeken. Ik heb gewoon een masterbal gegooid en toen had ik hem. Je weet toch... Jij weet dingen over ultra, supersonisch, omega vorm. Dus... Ja. Hoeveel doet de Luster de Purge? Oh, Special Defense Drop. Oeh, ik weet niet wat hij deed. Hij deed iets met Blades, maar het werkte niet. Precipice Blades? Ja, dat is een ground aanval. En jij bent flying. Kabooming! Door de nice. Special Attack Drop of Special Defense Drop heb ik gewoon een pro play gemaakt. Trots op je, Sander. Nu ik nog. Waarom zou ik Lust Purge houden? Ja, omdat ik, als ik die orb heb, maar hij moet al... Heb ik hem met hem gewonnen? Weet je dat? Toevallig? Je doet even niet uit mijn hoofd. Als je een moment hebt, dan ga ik zo kijken voor je. Volgens mij heb ik het verneukt. Kut. Nou... Goed, nu kan ik even naar je kijken. Afbeelding, nee. Stream. Hoe heet dat ding ook alweer? Glowing Garnet. 97. Nee. Hij heeft geen cage match gewonnen. Nee, hij heeft geen cage match gewonnen. Oké. En ik heb die orb denk ik toch niet. Dus ik weet sowieso niet waarom ik over na zat te denken. Ik was even crazy guy aan het lezen. Oh, alles gaat dood. Bam! Ik moet nog zoveel. Maar goed, jij gaat extra trainen vechten, dus...
was visueel even lief van je. Dat ik dan ja, iets minder... Ja, dat is super kut. Maar achterloop. En wat was de level cap? 53. Jeetje. Het sneeuwt emeralds. Nee. Wow, that's amazing. Ik weet niet wat die groene dingetjes zijn, maar... Oh, Sander, hoeveel levels boven de ace van de champion wil je de Elite 4 mee starten? Wow. Goeie vraag. Wat is de ace? Van de welke champion? Pokémon? Nee, of... qua level. 60. Ja, het hele ding is dat je natuurlijk, ik zou zeggen 60 eigenlijk. Gewoon beginnen met 60 voor de league, zeg maar. En dan in de league mag je geen herkennis meer gebruiken. Zoiets of zo. Oké. Okay. En dan mag die dus wel, als jij alles solo op met eentje, mag die best 53 zijn. Of 63, 63 sorry. Ja, precies. Maar niet met Mr. Rare Candy. Dat lijkt me logisch. Het meest eerlijke, zeg maar. Oh, er zit hier nog een trainer? What the fuck, man. En die had je kunnen avoiden, of niet? Ja, maar ik wist niet dat hij er zat. Ja. Omdat ik nooit naar beneden val normaal, dus ik ben ook echt teleurgesteld in mezelf. Moet je zomaar even naar mij kijken hoe die moet. Ja, sorry. Ik weet toch wel hoe die moet. Ik ben ook gewoon echt geïrriteerd. Alleen hij is wel deze puzzel is wel anders dan in normale Ruby, Sapphire en Emerald. Oké, nu even kijken waar ik naartoe moet. En ik kan die Divemon wegdoen, dat is wel echt heel chill. Lekkering. Zeker lekkering, want niemand houdt van mijn Divemon. Niet hard zeggen, trouwens, dat. Straks wordt Milan boos. Ik hoop niet dat Milan deze video's kijkt, trouwens. Dan wordt hij echt heel boos dat ik Azumarill, zoals je net noemde. Waar heb ik deze man mee? Altijd. Waarom heb ik die man mee? Waarom heb ik niet Shuppet mee? Nee, ga het nu niet doen. Kijk, oké, ik zal het even voor doen. Nee, oké, ik stop al met kutten. Even kijken. Ik zei dat wel. Maar ik zit er nu naar te kijken. En ik ben ook een loser. Kut! Speedup is fucking kut trouwens. Waarom heb ik ook speedup nog aanstaan? Dat mag helemaal niet. Zo, even opnieuw. Oh, je kan daar dus niet naar boven, dat wist ik niet. Oh, maat. Ja, je moet echt... Nog niet zo heel lang geleden, ik denk zo'n 2 maanden geleden, zat ik nog naar zo'n 4-way te kijken, weet je wel. Ja. En toen zei ook iemand van, die puzzel is heel anders dan in de originele. Toen dacht ik van, volgens mij is het helemaal niet. Kut. Noten ik zelf. Ben ook een loser boy. Never mind. Oh ja, niet dat straks niet doen. Ja, je hebt hem. Lekker pik. Oh, die is echt heel moeilijk. Golduck. Ik ben ook nog steeds... Ik heb niet ge... Welkom bij de domste persoon op aarde. Vandaag hebben we laten zien dat deze man niet weet hoe een pokercenter werkt. Daar hebben wij toch wel eens vaker last van gehad in een serie dat elke keer vergaat te healen. Ja, dat was op mijn kanaal nog, de Soul Link.
Daar hebben we dat ook heel vaak gehad. Van die weet ik het. Wat kwam er uit? Waylord of zo. Weet ik het. Ik heb ook niks goeds tegen. Tegen water. Huh? Sinds wanneer staat er daar een trainer? Dat is echt nieuw. Oei. Oh, dit is dom. Dit is dom. Dit is dom. Dit is dom. Oh, vrienden. Dizzy de punching. Hij dizzy't niet eens van de punch. Waarom heet hij dan Dizzy Punch? Omdat het een boy is vol met losers. Ik haat hem, man. Ik haat hem. Ah! Water spout? Acrobatics, want hij heeft toch geen item. Haha, I got him! Nee, oprecht, ik had hem echt. Nee. Ah. Ik ga even via deze kant. Ik wil eigenlijk deze aflevering... Nog meer dudes en dudetten. Ik wil eigenlijk deze aflevering nog de gym verslaan. Zodat we de volgende aflevering met een cage match kunnen beginnen. Vind je een caging, een matching? Zeker. Deze aflevering heeft al genoeg featurings, denk ik. Dus ik snap wel dat je het volgende aflevering... Het is featuring, hè? Het is wel featuring. Waarom ga ik naar mijn pc... Nu moet ik dus gewoon normaal doen en dan doe ik het alsnog niet, hè? Hij doet het toch niet. Ja, crazy. Misschien dat ik voor de gymleader de aflevering wil stoppen. Dat kan. Ik weet niet hoe lang de aflevering nu is, maar... 22 minuten. Oh, oké. Okay. Kut, hoe moet deze? Oh, wacht. Ik zie hem, denk ik. Nee, ik zie hem niet. Ja. Ik zie hem wel, trouwens. Ik zag hem. Oh, ik ben best wel triest. Maar dat maakt niet uit, weet je. Iedereen heeft zo zijn... Flaws. Talents. The mine is... Triest wazing. En Engels. Ja, en nu doe ik het dus fout. Oh, nee, dan moet je hier... Oh, deze blijft... Oké. Okay. Oké, maar dat is goed om te weten. Dat kan dus. Oh, die blijft... Voor altijd? Dat is heel ziek. Nu even niet verneuken, Sander. Kut. Verneuk ik het. Oké, volgens mij moet je die middelste proberen. Ik ben bij Wallace, maar ik wacht eventjes totdat jij ook bij Wallace bent. Wacht even, als ik nu zo... Eén naar boven? Ja, nee, ik heb hem uitgedacht helemaal. Ja, kan nog steeds. Naar links. Naar boven. Zo? Ja. Ik heb nu al geen zin meer. Zal ik hem vertellen? Ja, vertel maar. Ik zou helemaal aan de rechterkant beginnen. Ja, en dan twee naar boven. En dan links naar beneden. Links naar boven. En zo helemaal tot het eind. Dus, ja. Juist. Rechts. Naar boven. Links. Naar boven. Rechts. Nee! Oh, Sander. Je hebt het vanuit. Deed je nou? Ja, je zei rechts, maar ik kan blijkbaar dus niet luisteren. Nee, je kan hem niet meer halen nou. Nee! Dat had ik niet moeten doen! Ik had terug kunnen lopen. Als het goed is. Snel naar beneden, Sander. Oh, dat kan ook. Sander heeft gewoon featuring niet luisteren naar Milani. Ah, fuck. Is hij nou helemaal reset? Oh nee, hij was voor altijd. Trouwens, hij was voor altijd. Heb jij deze guy ook verslagen? Of? Die wel, ja.
Alleen een Huntail, dus valt mee. En die is one hit KO'd, ja. Dus dat is wel voor loser boys. Nou ja, ja. Als je een Huntail hebt, is dat voor loser boys. Oh! Hey! Klonk, 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 klonk. I'm klonking it right now. Oké. Ja, ga nou in. Gekleerd, gekleerd. Oké. Ik moet sowieso eentje overhouden. Oké, maar zal ik het nog een keer uitleggen hoe je moet doen? Begin zoals, ja. Zoals net helemaal aan de rechterkant. Ja, maar dan kan ik nooit meer terug, hè, als ik hem fout doe. Nee, maar je moet okay, ook, hoeft ook je niet, moet hoeft ook hem niet. Gewoon niet fout doen. Ja, nee, dat is het. Dat is het. Naar boven. Wel? Okay. Naar links, naar beneden. Ja, oké. Naar rechts, naar boven, naar links, naar boven, naar rechts, naar boven, naar links, naar boven. Ja. Naar rechts, naar beneden, naar boven. Oké. Herhalen. Ja, eentje naar beneden. Eentje naar rechts. Wel? Eentje naar boven, eentje naar rechts, naar beneden en nu op het platform gaan staan. Dan pak je deze drie mee en dan ga je weer naar rechts. Ja, dan pak je juist eentje naar rechts, naar beneden helemaal. Nou, en dan weer... Ja, weer nu is het easy kill. Als je niet een debieltje bent, please wees geen debieltje, Sander. Naar links, naar beneden, naar links. Haha, I got him! Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doen, duimpje omhoog. En dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.